Tijdens het Westlandse Sportgala werden de sportprijzen van 2022 uitgereikt in Westland Theater De Naald. Jutta Leerdam kreeg de prijs voor internationale sportvrouw vanwege haar prestaties op het ijs. Jutta was niet aanwezig bij de uitreiking en ook was er geen videoverbinding met haar gelegd, tot teleurstelling van de aanwezigen. De Lara van Ruiven talentprijs ging naar mountainbiker Menno Huizing uit Wateringen. Ik wil deze heel graag overhandigen aan de vader van Menno. Laat hij hem benutten ook voor zijn sport. Een soort aandringing vanuit Jong Talent Westland. Feliciteer hem ermee en wens hem alle succes namens ons. Veneco Velo Dames Handbal werd het sportteam van 2022. De G-sportprijs ging naar wielrenster Celine de Vrede. Ik wil mijn trainers bedanken en de club en mijn ouders dat ze altijd mee gaan naar de wedstrijden. Sportman werd zwemmer Niels Dijkshoorn. De sportvrijwilliger van het jaar werd Hein Wubbe van Westland Wil Vooruit. Nou, wat is dit? Dank u wel. Hartstikke mooi, mag ik zo nog op het podium staan? Ja. Dat wordt een altijd. Heel leuk zelf. Dit is de prijs. De sportcarrière award was voor Tom Lezer. Hij hing in 2020 zijn racefiets aan de wilgen. Sinds 2004 was hij al actief in de professionele wielersport. Speelt